Stichting Wiesranandring stelt zich op het standpunt dat kinderen in alle opzichten waardering moeten hebben voor hun eigen cultureel erfgoed. Woensdag organiseerde de stichting een muzikaal project voor leerlingen van verschillende scholen, waarbij deze bewustwording voor het muzikaal erfgoed van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname onderdeel van was. Naast cultuur werd ook de gezamenlijke en individuele geschiedenis belicht. Volgens projectleider Chantal Paal is het voor kinderen belangrijk om meer kennis op te doen van elkaars cultuur, omdat het ook in lijn staat met het vormen van normen en waarden. Als je met muziek bezig bent, zijn alle hersenhelften van je bezig. Je creativiteit, het sociale. Want we zijn, kijk, we zijn allemaal hier, het is verbinding. Toch? We leren elkaar kennen, we leren van elkaar. Dus voor mij betekent muziek eigenlijk verbinding maken. Want muziek verbindt iedereen. Zo net tijdens de les merkte ik ook dat de kinderen heel blij waren. Ik kreeg spontaan een brasa. Dus je merkt, het muzikale, het brengt ons heel ver. Toch? Het brengt ons heel ver en echt bij elkaar. Dus ik vind het geweldig. Tijdens de workshop kregen de leerlingen meer kennis over verschillende muziekinstrumenten van de bevolkingsgroepen. Er blijkt namelijk een tekort te zijn aan deze kennis. Ze maken kennis met van alles en nog wat vandaag, dus tenminste de verschillende culturen. En snappen ook beter waarom dus de ene op een dolk speelt, waarom de Javaanse cultuur dit doet, enzovoorts en noem maar op. En we hebben vandaag dus ook geïntroduceerd de djembe, de West African drum. Welke je voornamelijk bespeelt in de verschillende landen binnen West-Afrika. En ze vonden het ook wel leuk, toch? Om dat van een ander land of een ander land te zien in hun eigen land. Dus dat is het zo'n beetje. De stichting streeft ernaar om dit project ook in de overige districten uit te voeren.